Ja, Gerard de Nooijer, jullie verliezen hier met de 3-2 en ja, ik vind het een onnodige nederlaag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat, dat we de kans hebben gehad om op 1-3 te komen. En zeker voor de rust, maar ja, dan geven we net een minuut voor de rust, terwijl we gewoon balbezit hebben, dan schieten we die bal naar voren toe. Ja, uit die aanval krijgen we gelijk een goal. Nou ja, dat is natuurlijk heel naïef verdedigen. En kijk, na de rust krijgen zij een aantal kansen, omdat wij heel die corners gewoon niet goed nemen. En in de omschakeling krijgen zij 2 of 3 kansen. Ja, en die schieten ze naast. Ja, en dan hebben we de wedstrijd onder controle. En dan moet je gewoon uitspelen. Gewoon 2-2 is een punt, is prima. Maar ja, dan zie je zo'n laatste bal, die wordt teruggekaatst. Ja, het is eigenlijk net een slapstick soms. Ja, met name in de eerste helft. Ook die doelpunten die je tegenkrijgt, geeft het zelf wel aan. Al die tegendoelpunten, daar ging heel veel mee mis. Hè? Ook die terugspeelbal van Vleugels waar uiteindelijk de 3-2 uitkomt. Ja, hoe zit je te verbijten op de bank? Nou ja, kijk, dus, natuurlijk zit je te verbijten. Maar kijk, er waren ook momenten dat we heel goed speelden. Hè? En nogmaals, de wedstrijd, zeker na 10 minuten na de rust, ik denk dat we gewoon de wedstrijd in handen hadden. Alleen, en dan krijgen we ook nog wel kansen. Alleen, ja, het was weer net niet genoeg. En het is niet anders. Hè. Het is even het niveau waar we op zitten. En Fortuna heeft nu even het geluk mee. Ik zie Dordrecht voor de eerste keer spelen. Ik zie je Fransman, Thomas, invallen. En dan denk ik, waarom staat hij niet in de basis? Nogmaals, ik zie hem voor het eerst 10 minuten spelen. Oké, maar ik vind dat Jaffa gewoon een prima wedstrijd is. Hij scoort, is balvast. Laat anderen beter voetballen. Nou, oké, als je een spits scoort, dan doe je prima. Uiteindelijk na 5 wedstrijden nog geen overwinning, slechts 2 punten. We kunnen wel zeggen dat het een beroerde competitiestart is. Ja, als je maar 2 punten hebt en je wint het. Terwijl je wel gewoon de kans hebt gehad om ook weer deze wedstrijd te winnen. En dat is gewoon doodzonde. En we gaan gewoon verder. En over 2 weken speelt RKC. Ben je daardoor tevreden dat je eventjes nu rust hebt met de interlandbreek? Dat je nu eindelijk alle jongens bij elkaar hebt om alles erin te gaan smeden? Nee, dat heb ik niet zo. Nee, dat vind ik niet. Want ik vind niet dat we nou deze wedstrijd dat wij dat kan zien dat we niet samen trainen of dat we net bij elkaar zijn. Maar je ziet wel met qua afstemming, met name ook qua slordigheid en als dat dingen beter kunnen. Nee, maar slordigheid heeft niks met afstemming te maken. Slordigheid heeft ook met de kwaliteit van de speler zelf te maken. Als je ons centrum zag vandaag, ja, dat was natuurlijk heel gewoon matig. Inspelballen waren verkeerd en dan kun je het gelukkig nog herstellen. Want Fortuna stelde er heel weinig tegenover. En dat was maar gelukkig ook, want wij leveren het bal wel heel snel in. Tot slot, Transfermarkt is nog een week open. Gaan jullie ook nog spelers halen of is dit het dan een beetje? Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik zelf niet. Daar ga ik nu niet over nadenken, want ik heb net deze wedstrijd gehad. En die moeten we even met z'n allen wel verwerken. Want het is wel heel teleurstellend dat je deze niet gewoon gelijk speelt.